Oké, dit is de upper back. Is eigenlijk vrijwel in iedere sportschool te vinden. Soms heet hij de row, de back row, upper row, whatever. Het is in ieder geval een beetje de tegenhanger van de chest press. Chest press duw ik het gewicht van me af en bij deze oefening trek ik het gewicht naar me toe. Ja? Okay. Nou. Bij deze oefening is het ook weer belangrijk dat je je schouders ontspannen houdt. Zit ik te laag? Op deze manier. Okay. Ik pak die hendels vast. Zie je, mijn schouder. Het kost me best wel wat moeite om mijn schouders laag te houden, ontspannen te houden. Ja, dus wat ik ga doen, ik ga wat omhoog zitten. Op deze manier. Borst tegen het kussentje aan. Probeer zo comfortabel mogelijk te zitten. Pak de hendels weer vast. En dan zie je eigenlijk dat automatisch mijn schouders ontspannen staan. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste waar je rekening mee probeert te houden. Nou, wat je vervolgens doet, is gewoon een actieve houding. Dus niet gaan hangen. Schouderbladen probeer je eigenlijk van voor naar achter te trekken. Ja, en op het moment dat je ze naar je toe haalt, blaas je uit. Rustig terug laten komen. Oké. Op deze manier. Dus je haalt het gewicht naar je toe en je blaast uit. Nou, het tweede dingetje waar je rekening mee moet houden, los van het feit dat je niet je schouders moet optrekken, is dat je de oefening niet alleen maar uit je biceps wil halen. Wanneer haal je hem alleen uit je biceps? Als je alleen maar eigenlijk vanuit je armen aan het werk bent op deze manier. Dit heeft niks met mijn rug te maken. Ja? Dus probeer je schouderbladen naar voren te laten komen en je knijpt ze naar achter. Naar voren, naar achter. Op die manier. Ik zeg het altijd, mensen die bijvoorbeeld een zittend beroep hebben, veel op de computer zitten. Ja, doe in ieder geval minimaal één rugoefening per training. Om toch een beetje die extensie te bevorderen. Weet je, mensen die veel op de computer zitten, naar een beeldscherm kijken, die hebben toch een beetje deze houding. En dit soort oefeningen staat daar weer contra op. Dat opent je toch zo wat meer. Hey, ik ben trainer Tom. En wil je geen aflevering meer van mij missen? Klik dan hier om te subscriben. Of ga naar mijn website.